Oh, je moet die auto zijn. Ja. Hij heeft zaagsel meegenomen van de oude schuur. Het ziet er nog wel glad uit, want ik zag hem uitglijden daar. Oh ja, ik zie het al, ja. Oeh, oh, een windje. Er is altijd nog iets, hè. Dat vergeet je nu weer. Oh. Wat is dat nou, Indy? Wat is het nou? Wat is het nou? Wat doet hij nou te gaan, mama? Ja? Dit hier? Je moet even je andere laars aantrekken, denk ik. Is dat overal ijs dan? Dat is ook ijs. Ja, of je moet, ja, daar is het vol van mee, denk ik. Nou, dan ga ik wel. Ik weet niet wat er is. Nou, maar ik vind het heel lastig lopen op die punten als er geen sneeuw ligt. Gaat wel goed komen, joh. Kijk wel uit. Ik heb een foontje krijg van, ik heb een paar nieuwe polsen nodig. Helemaal vertrouwen heb jij in mij. Dit wordt bagger hier zo. We lopen op bagger. Ik wil eruit, ik wil eruit. Helemaal gespannen staat hij. Indy. Wat is het, Indy? Hey. Ze hebben dorst. Ga mee, Indy. Ga je mee? Kom. Ga uit. Ga mee. Kom hier. Oh, nee joh, sukkel. Indy. Ga je mee? Kom. Indy. Indy. Nee. Oh shit. Oh my god. Een hond lanceren. Nee, kom op. Gek. Tjongejongejonge. Een ijsbaan. Nou, we gaan het zien. Goedemorgen allemaal. Kijk. Alle plantjes hebben het overleefd. Ja. Het ziet er zelfs een beetje netjes uit. Niet te geloven. Dat bij ons. Maar we gaan niet in de tuin werken vandaag. Het is zondag voor ons. Hé, hey, ga mee. Indy, kom. Zo. Oh. Hij is enthousiast. We gaan in de keuken verder. Dan maar één, hooguit twee dagen per week dat we aan ons eigen project kunnen werken. Oeh. Dit is inderdaad ijs. Heel voorzichtig eroverheen. Holy shit. Nou, even in het gras lopen hier. Ja, ik heb natuurlijk wel die ijzers, maar dat loopt op kale vloer een beetje. Oh, iets anders zeg. Waardeloos. Even lopen, die pingie. Kom, gaan we deze kant mee. Deze keer. Even een andere route kiezen. Hup.
zondag gevoel. Komt er iemand? Morning. Gaat erop lijken. Zo. Nou, daar waar de zon niet heeft geschenen, er ligt nog wel ijs op de, er ligt nog wel wat ijs op de weg. Dus dat wordt nog niet fietsen. Maar als het zo doorgaat, oh, heerlijk. Oh, dat is ook één vette ijsbaan hier. Water. We hebben ontdekt dat Indië het gewoon leuk vindt om sneeuw te eten. Vindt het gewoon lekker. Dan ligt weer te rollen die sukkel. Nou. We gaan naar het ontbijt toe en dan gaan we klussen vandaag. Dag iedereen. Ga je mee, Indië? Indy, kom, vooruit. Jammer, 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 ik wil die kant op. Ja, helaas. Nou, zien jullie straks binnen.
Nog even. Ik kan weer gaan planten. Ik kan weer lekker buiten zitten daar met een bakkie. Oh. Kan nu natuurlijk ook. Ik moet wel een fikje stoken. Zo, thuis. Home sweet home. Oké, goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen deze morgen. Zondag vandaag. Gisteren heeft Geer geholpen bij Stief. En hij heeft jullie toch gefilmd samen? Nou, dan komt dat waarschijnlijk in een volgende vlog. Want hij heeft alleen een wandeling laten zien met zijn vriendin. En nu gaat hij... Ja, hij heeft ook wel gewerkt inderdaad. Maar daarna zijn jullie bezig geweest met het leggen van de vloer. Ja. Voor een deel in ieder geval. En die vlogs komen natuurlijk ook bij hem, die zijn ook later natuurlijk. Ja, precies. Ja, hij heeft zich een beetje verkeken op het werk wat erbij komt kijken. Zo is dat. Je moet ook zo'n programma leren kennen. Geertje gaat werken aan dat stopcontacter. Je ziet hem bijna niet, maar ik ga daarop inzoomen. En dan zien jullie een kleine timelapse. Veel plezier. Leuk. Oké. Koffiepauze. Ja. Ik vind het toch wel een erg onflat thuis standje, Indy. Ja, toch wel. Ze hebben pauze gehouden. We moeten gewoon weer aan de slag. Zo. Geniet met mate. Nou, alleen die maten zijn wat anders bij hem. Kijk die poot omhoog. Pootje kroelen. Jongen. We moeten de stroom eraf gaan halen. Zit hij mij aan te kijken, hè? Zit hij mij aan te kijken, die duvel? Zijn we poep?
Ja. De andere moet ik de andere nog gaan checken. Hm? De vier, hoor. Nou, we gaan zo de stroom er even afhalen. Dan kan Geer in de groepenkast steentander aanpassen. Ooit. Ga door. Oh. Jongen, pure liefde die twee. Pure liefde. Ja, was dat hem? Nou, het was... Nee. Gaat even door. Daar, koelen daar. We zijn er klaar, hè? Nou, we hebben het wel te verkopen. Nee, daar. Klaar. Hier? Jongen. Dat is een zootje gemaakt van mijn tijgervelletje. Mijn schapen, weet ik het wat het is. Het is nep, dat weet ik wel. Hé, hey, Indy. Hé, hey. Lullo. Je houdt de baas van zijn werk af. Het zal helemaal worst zijn. Nou, ik vind het best. Oh, ja, dat was hem. Nee. Is dat godverdorie op een jaloers op te worden. Abonneer. Nou, doen ze het nog. Dadelijk niet meer. Want je gaat de stroom eraf halen. En er was iemand die zei, heb je nou al de IcaFlow Delta getest op je huis? Of het de taken van je huis kan overnemen bij een stroomstoring? Nou, dat gaan we dus nu testen. Want als die het niet doet, dan gaat onze ketel koken. Want die staat aan. En de veiligheidspomp, die moet wel kunnen lopen. Ja, dus... Testen. Gaan we eens kijken of die het wil doen. Ja. Dat is dus niet zomaar voor de lol, maar we moeten het nu zeker weten. Ja. Dit is de veiligheidspomp. Die heb ik al eens uitgelegd. Die hebben we keihard nodig. Je kan ook zien dat hij hier op 80 graden staat. Dus hij moet ook kunnen spuiten. Het is een gewone pomp op 220. Die daar in stopcontact zit. En die gaan we dus hierop aansluiten. We gaan eerst even kijken trouwens hoeveel er nog in zit aan prut. Voordat we erop kunnen rekenen. Hij heeft een tijd niks gedaan, dus dan zetten we hem aan. 99%, nou dat is mooi. Spannend. Ik vind het wel rete spannend, maar dat is een goede praktijktest. En moet je hem aandrukken, trouwens? Ja. Ja, je moet het de groep aandrukken. Draai hem anders even om. Hij zegt dat hij het een of andere apparaat denkt te ontvangen. Output is 35, 36 watt. Dat is niet veel. Dan gaat hij 27 uur, 26 uur kan hij daarop draaien. Nou, dat is mooi. Dan gaan we dat bekijken. Zoveel tijd heb ik niet nodig. Nee. Okay. Jij hebt geen tijd bij je om te kijken hoe laat het nu is. Ja, ik heb het hier. Het is nu... 1 uur 10. 1 uur 10, oké. Okay. Nou, maar eens even kijken wat die straks gilt. Want ja, die pomp moet het wel doen natuurlijk. Anders hebben we een probleem. Nou, goeie test. Hij draait, dus ik voel hem erover. Ja, hij moet het gewoon doen. Waarom zou hij het niet doen? Hij draait. Hij zou meer dan een etmaal zou hij het moeten kunnen overnemen. Nou, dat is precies wat we willen. 'S Nachts hebben we nooit onze verwarming aan. Wat is er? Oh. Waar gaat hij? 1, 2. Flop. Oh, mijn koelkasten gaan ook uit, uiteraard. Maar het is helemaal dicht, dus van ja. Ja, leuk is zo'n grote. Hij doet het. Hoi. Goed, nou, gaan we klussen. Ja, die doet. Stroom is eraf. Leuk die was die hier hangt. Het is ook altijd zo flitsend bij ons. Een flitsend huishouden. Ja, mijn camera doet het ook nog. Ik ook. Dat is cool. Zo, dan moeten we hier mee zien. Ga je daar klussen. Kijk. Ja. Licht in de duisternis.
Want wat moet je daar veranderen dan? Die kabel die moet los. Ja. En dan heb ik hier een nieuwe kabel. Ja. En die moet eraan vast. Yes, dus het is gewoon verwisselen van een bestaande kabel. Want die kabel, dat is je oud en tweede gebruiken we niet meer. Nee. Dus. Mooi. Ik moet even zonder schroeven daar aan. Nou, veel plezier. Doei.